Vertel alsjeblieft waarom u naar Italië gekomen bent. 1982, Nur Mohammed Jamshidi, geboren in Mimeme, Afghanistan. Vluchtelingen uit de stad vertellen binnenkort hun eigen verhaal in de theatervoorstelling Uitgesteld Leven. De voorstelling is een samenwerking van theatergroep De Steeg, het Italiaanse gezelschap Teatro Dinos Costo en de vluchtelingen zelf. De try-out werd vanmiddag gespeeld in het Prinsentheater. De voorstelling wordt in de maanden november en december op 20 scholen vertoond. De voorstelling gaat over vluchtelingen, waarom ze hun land verlaten. Hun reis hier naartoe. Dat is een hele moeilijke reis vaak en heel gevaarlijk. En wat er hier gebeurt met hen, dat het grootste gedeelte van de vluchtelingen die hier komen en politiek asiel aanvragen, afgewezen worden. Volgens de spelers is het belangrijk dat de verhalen worden verteld. Hierdoor ontstaat er een beter beeld van vluchtelingen en de problemen die ze tegenkomen. Het is een gedeelte van de waarheid die niet zo openbaar is. Mensen weten dat er asielzoekers zijn. Ze weten dat ze problemen hebben, daarom zijn ze hier. Maar ze weten niet precies waarom ze hier zijn en voor hoe lang en hoe worden ze behandeld. En wat hun eigen gevoelens zijn, hoe beleven ze het. Masoud Ebrahim Poor uit Iran is een van de hoofdrolspelers van de voorstelling. Wat ik verteld is dat ik in 13 jaar hier in Nederland moest wachten. En ik mocht eigenlijk helemaal niks doen. Ik besta niet hier in Nederland. Volgens de regering ben ik gewoon 6-7 jaar geleden ben ik gewoon weggegaan uit Nederland. En ik ben iemand die niet bestaat. En dat is volgens de regering, is dat nog steeds zo? Ja, ja. Volgens de regering, Masoud Ebrahim Poor is 6 jaar geleden weg.